Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom vanuit de Breeplein op deze zaterdagavond 1 mei. En hartelijk dank weer voor alle reacties die ik kreeg op mijn populaire concert van afgelopen week. Zoals ik vertelde, we zitten in de festiviteiten tussen Koningsdag, herdenking en bevrijding. Maar ik vind het ook altijd mooi om te improviseren over psalmen en gezangen. En dat ga ik vanavond doen. Niet alleen eigen improvisaties, maar ook koraalbewerkingen van, ja, toch wel voorbeelden van me. Jan Zwart komt voorbij, Klaas-Jan Mulder, Teke Bijlsma. Ik vertelde er van de week ook al even wat van. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten vanavond. Want ook die dingen, die koraalbewerkingen, die klinken zo fantastisch op dit geweldige orgel in de Breeplein. Bedankt voor de donaties. Daarmee kunnen we nog steeds voor iedereen het programma gratis toegankelijk houden. En dat wil ik eigenlijk zo houden. We zijn wel eens bezig geweest, want ja, je hebt de kosten. Je huurt kerken, je huurt muzikanten in. We maken de opnames, we moeten er zelf tijd aan besteden. We hebben reiskosten. Alles bij elkaar ben je voor elke opname toch wel een dag bij elkaar bezig. Hè? Want we hebben 's avonds de uitzending, maar je hebt natuurlijk overdag ook alle voorbereidingen. We hebben wel eens gedacht van, nou, we zetten het achter zo'n zogenaamde betaalmuur, zodat mensen een bedrag moeten overmaken en dan kunnen kijken. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Maar mijn eerste opdracht, vind ik voor mezelf, is en blijft dat iedereen kan genieten van de muziek, maar er vooral steun uit kan putten. Maar als je dan ook naar vermogen iets doneert, dan zijn we er erg blij mee, want dan kan iedereen verder met mooie muziek. Ga ervan genieten vanavond. En ik ga beginnen met een ingetogen koraalbewerking over het prachtige lied Elk Uur, Elk Ogenblik. Thank you.
Het afgelopen jaar heb ik heel veel samengewerkt met allerlei goede muzikale vrienden. En daarvan is een cd verschenen. Jullie hebben hem misschien de afgelopen dagen al in beeld voorbij zien komen. Hoogtepunten uit een jaar online concerten. Waar we van dachten, dat duurt misschien een paar weken. Waar we van dachten, dat duurt misschien een paar maanden. Maar inmiddels ruim een jaar. Op allerlei locaties, met als basis de Breeplein. We zijn in de Laurenskerk geweest in Rotterdam. We zijn in Bolsward geweest. Het prachtige Hiensorgel. En samen met Wim heb ik toen een cd samengesteld. En die is verkrijgbaar voor maar 8,50. En dan heb je toch een tastbare herinnering. Ik heb er ook een verhaaltje in geschreven. Wat ik ook vaak hier aan de klavieren hou. Over mijn bevindingen rondom de online concerten. Van harte aanbevolen en te bestellen via mijn website martinmans.nl. Maar nu gaan we naar Teke Bijlsma. Hij heeft een prachtige bewerking geschreven over het lied Alle roem is uitgesloten. In het begin een soort echo, dan komt er een pedaalsolo. Afijn, je hoort het allemaal wel voorbij komen. In het prachtige lied Alle roem is uitgesloten van Teke Bijlsma. Van Teke Bijlsma, een man met heel veel bijzondere muzikale gedachten en ideeën. Ik had een cd van hem
Die nam die op in de grote kerk in Maassluis. En dan hoor je een soort muzikaal levensverhaal van hem. En dan hoor je hem de kerk binnenkomen. En dan hoor je hem naar het orgel gaan. Je hoort de deur van het orgel dichtslaan. Je hoort hem de trap opgaan. En dan hoor je hem spelen. En hij was ook altijd de meester. Is ook altijd de meester in het uitbeelden van, ja, van die prachtige twinkelende fluitjes en zo. En ja, zijn inspiratie vond hij ook altijd in het geestelijk lied. Heel mooi. Alle roem van Teke Bijlsma. Ik ga nu een koraalbewerking spelen en een aria over Psalm 32 vers 4 van eigen hand. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. En echt een beetje die Hollandse klank laat ik dan horen met de cornet als uitkomende stem. En de trompet in gecombineerde vorm. Geniet ervan.
Ja, zo'n orgel, ik heb het al vaker gezegd, kan je eigenlijk een soort laten klinken als een mannenkoor. Hè? Dat prachtige, lage, ronkende geluid, daar hou ik zo van. En ik hoop jullie ook. Vroeger, dat heb ik al vaker aangehaald ook, ging ik met mijn vader naar de concerten van Feike Asma in de Grote Kerk in Maassluis. En hij speelde dan stevast aan het begin iets van Jan Zwart en aan het eind iets van Feike Asma, zijn grote leermeester. En wat me nog steeds bijgebleven is een dubbel LP die mijn vader had vanuit de Oude Kerk in Amsterdam. En die begon met de toccata over Psalm 146. Prijs de Heer met blijde galmen. En op het eind kwam dat grote, brede koraal op hele noten. En zo af en toe is dat best wel heel erg mooi om dat eens een keer te laten horen op hele noten. Die Psalm 146, Prijs de Heer van Jan Zwart. Een toccata. Geniet ervan. Thank you.
prachtig, die 146 van Jan Zwart. Natuurlijk heel bekend, maar het blijft altijd imposant. En zoals Feike Asma over zijn leraar sprak, vond ik ook altijd zo mooi. Ik kan me nog herinneren de verhalen dat hij door Jan Zwart eigenlijk geadviseerd werd van ga naar het conservatorium. Maar Feike Asma wilde zo graag bij Jan Zwart blijven, dat hij bij zijn toelating op het conservatorium gewoon heel slecht expres ging spelen, zodat hij bij Jan Zwart kon blijven studeren. Ja, dat was een bijzonder mens, die Feike. En die koraalbewerkingen van Jan Zwart zijn geweldig om te spelen. We komen nu bij Klaas-Jan Mulder. Al vaker gezegd, toch een van mijn grote voorbeelden. Niet alleen als organist, maar zeker ook als dirigent. Ik ging heel vaak luisteren bij het Kampermannenkoor door Eendracht verbonden met die prachtige sound. En dan zat ik naast mijn vader in de kerk. En dan stootte ik mijn vader aan als jochie en zei ik van dat wil ik later ook. En dat is ook gebeurd. Alleen ligt het op dit moment even stil, hè, dat zingen. Maar dat komt weer terug. Daar vertrouwen we op. Een liedbewerking van Klaas-Jan Mulder. Naar een improvisatie van hem. Wie maar de goede God laat zorgen. Thank you.
Ja, het is de kracht van de eenvoud in die koraalbewerkingen van Klaas-Jan Mulder. De puurheid. Ik was ook altijd zo onder de indruk als ik dan met zijn nieuwjaarsconcerten in de Laurenskerk ging luisteren. En hij begon dan met zo'n koraal, gewoon een simpel koraal. Dat was soms psalm 25 of soms psalm 42. En dat kon je dan zo raken. Heel erg mooi. Klaas-Jan Mulder. En nu Simon Lansman. En Simon Lansman die schreef een koraalboek over de 150 psalmen. En dat stond op heel veel orgels vroeger. Later kwam Worp en je had Drent. En tegenwoordig heb je allerlei anderen, Den Toom en Sanderman en noem maar op, die een koraalboek gemaakt hebben. Maar Simon Lansman schreef ook stukjes in een boek, orgelspel, na de preek. En hij schreef één andante, berusting, staat erbij, berusting. Je berusten in je lot, hè. En dat had hij opgedragen aan Feike Asma. En dat andante ga ik nu voor jullie spelen. Prachtige, verstilde muziek. Berusting. We hadden het net over Klaas-Jan Mulder. En ik ga van hem zijn aria over gezang 91 voor jullie spelen. Als God mijn God maar voor mij is, wie is er mij dan tegen? Een prachtige aria, een prachtig thema. Bijna is het thema wat hij erbij bedacht nog mooier dan de melodie van het lied zelf. Maar het is zo'n mooi lied, hè. Als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen. Geniet van de aria gezang 91 van Klaas-Jan Mulder.
Klaasje Mulder. Het boekje waar ik uit speel eindigt met deze foto. Aria, gezang 91. Een indrukwekkend muziekstuk van een indrukwekkende componist, muzikus, die heel veel moois heeft nagelaten. Maar nu ga ik weer improviseren. Een speciaal verzoek, een improvisatie over Psalm 33. En dan denk je meteen aan zingt vrolijk, hef de stem naar boven. Maar dit gaat over het couplet, wat gaat over dat briesende paard moet eindelijk sneven. En dat hoor je terug in de muziek. Op een gegeven moment blijft er op het eind bijna niks over. Er blijft niks over. Het briesend paard, dat gaat sneven. Maar je hoort ook het draven van het paard terug in de improvisatie. Over Psalm 33, vers 9. Het briesend paard. Thank you.
Psalm 33, het briesend paard. De improvisaties die ontstaan vaak in de voorbereiding naar concerten, in de voorbereiding naar cd-opnames of dvd-opnames. En dan heb je een bepaald raamwerk in je hoofd van zo gaat die ongeveer. En op ieder orgel klinkt die anders, maar vaak heb je een bepaalde lijn in je hoofd die je dan toch aanhoudt. Anders is het nu bij de improvisatie die ik tenslotte ga doen. Ik ga improviseren over Psalm 105. En ik heb echt nog geen enkel idee welk thema en op wat voor manier ik ga improviseren. Ik weet alleen dat ik het een mooie psalm vind. Loof, loof, verheugd, de Heer der Heden. En ik wil graag een soort toccatine doen. Ik wil een soort koraalbewerking in die Hollandse stijl, dat vind ik mooi. En dan wil ik de tongwerken goed laten horen. De trompet, de klaroen, de dulciaan. En dan gaan we denk ik toch wel naar een finale toe op het eind. Een improvisatie over Psalm 105.
Spreek met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Een improvisatie over Psalm 105. Ik hoop vanavond dat jullie ervan genoten hebben. Eigenlijk een beetje op dezelfde manier zoals ik altijd weer geniet aan de klavieren van dit prachtige orgel. Mijn orgel in de Breepleinkerk. Bedankt voor het kijken. Volgende week nieuw programma, dinsdagavond. Nieuwe locatie. Nieuwe medewerkers. Maar we komen ook weer terug in de Breeplein met een programma van bekende klassiekers. Maar hou de website in de gaten, hou de social media in de gaten. En op de pagina op YouTube is ook een community, noemen ze dat. En daar zet ik ook altijd mijn berichten in. En we zijn dik door de 10.000 abonnees. Maar eigenlijk moeten we met elkaar naar die 12.500. Dus als jullie mij daarbij willen helpen, dan ben ik je daar heel erkentelijk voor. Dank ook voor de donaties. Er zijn bedrijven die zeggen van, hey, leuk, we kunnen onze toko in beeld laten verschijnen. Stuur een mailtje naar info@martijnmans.nl en ik help je ermee op weg. Je steunt ons programma ermee. En zeker ook met een donatie. En zeker ook door mijn nieuwe cd, hoogtepunten uit een jaar online concerten aan te schaffen voor slechts €8,50. Dat is zo'n beetje de kostprijs. Voor straks wel trusten. Voor morgen een goede zondag. En ik eindig weer met de woorden van mijn geliefde dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.